Dames en heren, jongens en meisjes, in het bijzonder ook een warm welkom. Moet ik even kijken of ik de volgorde goed zeg aan Willem, Mees en Hidde. Maar wie is dan Willem? Mees en Hidde. Oh ja, nou ja, volgende keer dan zetten jullie andersom neer. Welkom in de raadzaal van het stadhuis van de gemeente Meppel. En ook natuurlijk welkom aan ouders, politie, mensen van de pers, andere aanwezigen. Een zaal waarin, nou ja, je raadt het al, waarin in de, als dit de raadzaal heet, waarin normaal gesproken de gemeenteraad van Meppel vergadert, huwelijken worden gesloten en andere vergaderingen worden gehouden. Dus kortom, een zaal die wordt gebruikt voor bijzondere momenten. Nou, en vandaag is zo'n bijzonder moment. Want we zijn hier samen om onze waardering uit te spreken voor drie jonge helden. Die zich met volle overgave hebben ingezet voor de veiligheid van onze gemeente. En allereerst wil ik onze cyberagenten bedanken. Want jullie hebben je ingezet voor de gemeente Meppel, de politie. En daarmee hebben jullie een belangrijke bijdrage geleverd aan de online veiligheid van onze stad. Want jullie hebben bewezen dat jullie niet alleen vaardig zijn op het gebied van online veiligheid, maar ook dat jullie een belangrijke bijdrage kunnen spelen in het beschermen van onze stad. En vandaag heb ik dan ook de eer om jullie officieel te benoemen tot cyberagents, cyberagenten van Meppel. Jullie ontvangen zo.